Zometeen een bomvolle uitzending met Jaco van Meijeren van TNO, Fred Hoofd van Swinkels Family Brewers, Michel van Dijk van Berkel, Jeroen Bolt van Lean & Green Offroad, Steven Lak van Evo Venedex, Jeroen van den Ende van Poort of Zwolle en Hans-Willem Vroon van Railgood. Dit is Multimodaal Online 2020. Deze uitzending van Multimodaal Online 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, TKI Dynalog en Topsector Logistiek. Goedemiddag, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van Multimodaal Online 2020. Vanmiddag staat de Model Shift centraal. Straks ga ik in gesprek met Jeroen Bolt over hoe verladers kunnen samenwerken met de logistieke sector om de Model Shift te versnellen. Maar eerst kijken we naar de ervaringen van Swinkels Family Brewers om hun Bavaria bier overal in Europa per barge te transporteren. Want naar de ene bestemming gaat dat een stuk makkelijker dan naar de andere. Laten we luisteren naar het verhaal van Fred Hoofd, de logistieke baas van de bierbrouwer. Welkom, ik ben Fred Hoofd, werkzaam bij Royal Swinkels Family Brewers, beter bekend als Bavaria. En vandaag zijn we te gast op Inland Terminal Veghel. De reden waarom dat we hier zijn, is omdat we deze terminal ook gebruiken voor ons multimodaal transport. Een van de stromen die we daarvoor gebruiken, is bijvoorbeeld de Leen naar Italië. Wij gebruiken deze hub eigenlijk als een soort overslag van de containers. Dus vanuit hier worden de containers richting Bavaria getransporteerd. Daar worden ze eigenlijk verladen. En vanaf hier transporteren we naar Moerdijk, Rotterdam of naar Zeebrugge. Vanuit daar wordt die eigenlijk doorgetransporteerd richting Zeegraten of Melzoom. Deze drie terminals liggen allemaal rondom Milaan, waar wij ook ons warehouse hebben. Vanuit daar distribueren we eigenlijk richting heel Italië. De reden waarom wij kiezen voor deze manier van transporteren is de stabiliteit, de servicegraad en de beschikbaarheid ten alle tijde van genoeg capaciteit. Het grote voordeel van railtransport richting Italië is dat je met een veel hogere payload kan vervoeren. Bijvoorbeeld ga je over de weg, dan ben je altijd afhankelijk van het treingewicht wat je hebt door de landen heen. En dan zit je meestal tussen de 22 en de 24 ton laadgewicht. Richting Italië met de trein zitten wij op 27,5 ton. Wat in ons geval, omdat bier een zwaar product is, een groot voordeel heeft. We hebben verder geen beperkingen gehad tijdens deze corona, omdat we geen last hadden van de grenzen die gesloten waren. En we konden nog steeds beschikken over voldoende capaciteit in de markt. Vanuit daar konden we eigenlijk dezelfde service bieden die we eigenlijk voor de coronatijd ook boden aan onze klanten. Bier wordt gezien als een eerste levensbehoefte. En vanuit die gedachte konden we ook gewoon distribueren in geheel Italië. Dus onze performance heeft tijdens de corona geen enkele dip gehad. We kunnen zelfs zeggen dat we zelfs nog een hogere servicegraad hadden. Dus het grote voordeel van het multimodale transport is niet alleen dat we daarmee heel veel CO2 besparen, een veel hogere payload hebben, maar hierdoor ook nog eens een keer op tijd konden leveren. Dus de servicegraad is ten alle tijde eigenlijk heel erg optimaal geweest tijdens deze periode. De oplossing die we voor Italië hebben bedacht, die zoeken we eigenlijk ook in Frankrijk. Want tot nu toe gaan we nog steeds over de weg richting ons magazijn in de buurt van Lille. Wat wij zoeken, en we hebben dat ook gezien bij de Lean & Green Offroad, wij zoeken partijen die samen met ons gaan kijken naar een concept om op een multimodale manier richting Noord-Frankrijk te gaan. Het is eigenlijk heel raar dat we multimodaal in Nederland goed georganiseerd krijgen. Neem bijvoorbeeld de terminal in Veghel waaruit we varen richting Rotterdam. En de treinterminal die we hebben liggen bijvoorbeeld in Eindhoven en in Tilburg, waarvan we ook richting Rotterdam kunnen. Dan hebben we het eigenlijk al relatief kleine afstanden. En als we dan zoeken naar een multimodale oplossing richting Noord-Frankrijk, waar we het hebben over 400 tot 500 kilometer, dat we daarvoor geen multimodale oplossing kunnen vinden. Daarom dagen jullie uit wie ons kan helpen in de zoektocht naar een multimodale oplossing richting Noord-Frankrijk. Wie kan ons helpen
het prachtige bier van Bavaria richting Noord-Frankrijk te brengen via een barge of een railoplossing. Een echte model shift is alleen te bereiken als we de netwerken van partijen op een efficiënte manier aan elkaar knopen. En daarvoor is niet alleen een goede samenwerking nodig. Het begint met het bij elkaar brengen van de juiste mensen. Zo bleek net uit het item met Bavaria. Zelfs logistieke dienstverleners hebben daarmee te maken. Luister maar naar de oproep van Michel van Dijk, directeur logistiek bij Van Berkel in de volgende video. Mijn naam is Michel van Dijk. Ik ben directeur bij Van Berkel Logistics met terminals in Veghel en in Kuik. Ik hoorde Fred net oproepen om een rol te spelen in het van de weg naar het water of het spoor shiften van zijn ladingen op Noord-Frankrijk. Uiteraard voelen wij ons enorm aangesproken daardoor. Zoals je kunt zien doen we al wat met containers. Grote uitdaging zou ik zien in het mogelijk maken van pallets over water. Met lage drempel, gebruik maken van de schepen die zich leeg bewegen vanuit Nederland naar Noord-Frankrijk. Daar zit het laaghangend fruit en daar zouden we eigenlijk op hele korte termijn op een eenvoudige manier mee willen starten. En van lieverlee zou het volume dan kunnen groeien als we dat onder de knie krijgen. En kunnen we op die manier het verder gaan uitbreiden. Dan krijg je een zwaan kleef aan model. Dat is eigenlijk wel het model waar we heel graag naar zouden willen kijken. En dat doen we heel graag met collega's in het veld. Want we hebben in Nederland een heel groot netwerk van intermodale dienstverleners met containerterminals of overslagbedrijven. Het zou zo mooi zijn als we dat netwerk aan elkaar kunnen verbinden door middel van binnenvaart. Wat toch eigenlijk de mooiste modaliteit is. En als we dat nou met pallets in het schip kunnen doen, dan kunnen we de impact voor het intermodale vervoer ten opzichte van wegvervoer ook laag houden. Wij staan te popelen, wie doet er mee? Hier in de studio zit Jeroen Bolt, programmamanager Lean en Green Offroad. Jeroen, welkom. Dankjewel. Als ik naar de verhalen luister van zowel Bavaria als Van Berkel, zijn toch geen kleine partijen. En kennelijk hebben ze toch nog moeite, ze willen graag verder met de model shift, maar hebben ze toch nog moeite om de juiste mensen te vinden. Hoe kan dat toch? Want de logistieke sector is niet zo'n hele grote wereld. Ja, wat je ziet is dat voor een model shift je echt een groot volume nodig hebt. En met name als je het verbinding hebt wat Fred zei, van we willen graag naar Noord-Frankrijk. Dat zijn dat echt continentale stromen. Dus die gaan niet via een mainport. En dan is het echt moeilijk om voldoende volume bij elkaar te brengen. Daar ben ik ook blij dat Fred en ook Michel oproepen om meer partijen, aan meer partijen om zich aan te sluiten. Ja, want hoe kan het? Waarom? Wat is dan precies de drempel? Wat maakt het zo moeilijk om ook zo'n trade lane over spoor of per barge te doen? Ja, je hebt gewoon een groot en stabiel volume nodig. Heel veel partijen weten eigenlijk te weinig van de mogelijkheden van model shift. Hè. Dus met het programma Offroad proberen we ook heel veel te informeren. Van wat is eigenlijk model shift en wat kan er allemaal? Een stukje mindshift wordt dat ook wel genoemd. Maar we proberen ook partijen bij elkaar te zetten. Dus we proberen op verschillende manieren, bijvoorbeeld met een app waarin we volumes aan elkaar proberen te koppelen. Zeggen van nou, partijen gaan nou eens een keer even met elkaar om de tafel zitten. Om in beeld te hebben van wie gaat er nou allemaal naar Noord-Frankrijk. En hoe kunnen we dat nou op een andere manier doen dan dat we dat op dit moment doen. Ja, dus het probleem is vooral genoeg volume bij elkaar brengen. Eigenlijk meer, je hebt een beetje groepage nodig. Wat het wegtransport eigenlijk al sinds jaar en dag doet natuurlijk. We hebben mensen met een derde vrachtwagen. Dus, nou, als je drie partijen hebt, dan heb je een volle vrachtwagen. En ja, kun je misschien een beetje geld verdienen. Ja. Die stap moet nu ook gezet worden voor de binnenvaart en het spoor. Ja, klopt. Maar als je die stap eenmaal kunt zetten, dan kun je echt enorme voordelen behalen. En dan heb je echt gewoon, prijstechnisch kan het heel interessant zijn. Maar je hoort ook van Fred dat er een aantal andere voordelen aan zitten. Bijvoorbeeld meer betrouwbaarheid in het netwerk. Ze kunnen bijvoorbeeld heel erg secuur hun containers van een terminal aanroepen. In plaats van dat er de hele dag door uit alle delen van Europa trucks aankomen. En dus het hele proces krijgt meer flow en wordt beter planbaar. Dat zien we bij meer partijen. En de oproep van Van Berkel was ook van meld je bij ons. Ja. Wat kunnen partijen doen die hier ook mee worstelen? Moeten ze zich bij Van Berkel melden? Of is er misschien via jullie programma een breder platform te maken? Nou, natuurlijk kunnen ze zich bij alle marktpartijen melden. Dus wie de weg weet te vinden, die is natuurlijk van harte welkom. Wat we met Offroad doen is eigenlijk als een neutrale partij proberen een katalysator te zijn.
weten we gewoon de partijen te vinden. Proberen we verladers en vervoerders met elkaar om de tafel te krijgen. En op een neutrale manier dat proces ook positief te beïnvloeden. Ja, en wat zijn Modelshift projecten die je hebt gedaan waarvan je zegt van, nou, dit is echt het toonbeeld van succes. Dit is een voorbeeld hoe ze allemaal zouden moeten verlopen. Ja, een van de voorbeelden die we in Brabant hebben gezien is de samenwerking tussen verschillende partijen. Bijvoorbeeld Essers en GVT. Samen met Samsung. En in eerste instantie zat daar Bolsjes bij, maar nu zit daar ook partijen als Mono Packaging. Die een treinverbinding hebben opgezet tussen Tilburg en Rezepin. Mm-hmm. Ja, dat is ontzettend mooi om te zien. We hebben eigenlijk gezien in de app dat daar volumes waren die interessant genoeg waren om eigenlijk een modelshift te maken. En inmiddels zijn die partijen live. Ze zijn van twee verbindingen per week nu naar 3. En ik geloof dat ze zelfs naar 6 keer per week willen gaan. En dan ben je echt ook een volwaardig alternatief voor vervoer over de weg. Ja, en bij het transport overweg zie je wat platforms ontstaan her en der, die wat lading bij elkaar brengen op die manier. Gebeurt dat ook al op het gebied van Modelshift? Ja, er zijn verschillende apps en platforms die proberen die lading te combineren. Wij proberen daar eigenlijk een beetje de waan van de dag uit te halen met ons programma. En eigenlijk aan verladers en vervoerders te zeggen van, nou, kijk nou eens, wat gaat er nou op jaarbasis naar een bepaalde bestemming? En kun je dat niet op een andere manier organiseren? En als je dan echt hebt over de dagelijkse inrichting van hoe ga ik die modelshift dan organiseren? Hoe ga ik mijn planners daarop aan laten sluiten? Dan zijn dat soort platforms echt uitermate geschikt. Ja, en je zei er straks even van, de mogelijkheden van offroad zijn nog niet altijd bekend. Ja. Wat zijn dan dingen die niet bekend zijn? Want iedereen weet toch wel dat je een binnenvaartschipper kunt inschakelen, of dat je een spoorvervoerder kunt bellen, of een expediteur die dat voor je regelt. Ja, dat zou je denken, maar we komen nog steeds tegen dat partijen gewoon echt onbekend zijn. En ook vanuit gewoonte gewoon alles over de weg doen. Dus we doen het al jaren zo. Dat zien we regelmatig. En er kunnen ook gewoon andere drempels zijn. Het idee dat het veel langzamer gaat. Dat er schade door wachttijden komt. Of bijvoorbeeld dat er ook vraagstukken zijn van, ja, maar kan het juridisch? Kan ik wel bijvoorbeeld gaan samenwerken met mijn concurrent? Of hoe zit dat? Nou, daar hebben we wel allemaal tools voor ontwikkeld. Bijvoorbeeld ook een soort legal office noemen we dat. Een juridisch raamwerk waarbij partijen ook de zekerheid kunnen bieden dat ze op een veilige manier kunnen samenwerken. Ja, er is een kijkersvraag binnengekomen van Rick Lubbers. En die vraagt, waarom lopen dit soort stromen eigenlijk niet via de mainport? Kan 2 keer een extra handling in Rotterdam of Antwerpen dan niet uit? Dat scheelt wel een dedicated nieuwe ladingstroom opzetten. Ja. Ja, nou, daar heeft u wel een punt. Dat kan tot nu toe eigenlijk niet uit. Het is een handling is relatief op zo'n traject heel erg duur. En om van de prijs van het wegvervoer te kunnen winnen in dat opzicht, moet je eigenlijk van punt naar punt gaan. En maakt het dan ook nog uit, als ik even kijk naar ladingdragers, bijvoorbeeld stel ik, de een heeft pallets, de ander werkt met containers. Moet alles in containers of kan je ook gewoon prima met pallets per spoor of barge? Nou, je kunt ook per pallet. We hebben een aantal schepen zien we varen die palletvervoer doen, met name in de bouwsector. Maar daar zijn ook wel weer, daar moet jouw lading wel geschikt voor zijn. Dus ik kan me voorstellen dat een Bavaria kijkt van, ja, maar als ik een pallet 1 voor 1 op zo'n schip ga zetten, is het dan wel beschadigd mijn goederen niet en dergelijke. Mm-hmm. Maar ja, in principe kun je op alle manieren natuurlijk vervoeren via binnenvaart en spoor. Dat geldt ook voor bulkstromen. Wij richten ons wel over het algemeen het meest op containerstromen. Ja, en er is een vraag binnengekomen van Julia Williams Jacobsen. Ze vraagt, wat vindt Lean & Green van de Super Eco Combi? En hoe sterk is de focus op het ontwikkelen van zero-emissie oplossingen? Ja, nou, wij staan daar heel positief tegenover. Wat we eigenlijk proberen is zoveel mogelijk van de weg te halen, maar daarmee ook ruimte te creëren voor hoogwaardig vervoer over de weg. Dus we moeten ook gewoon denken aan de mobiliteit. Want als we niks doen, dan staan we straks met z'n allen in hele schone, stille files. En dat willen we ook niet. Dus het is een deel mobiliteit en een deel duurzaamheid. Maar op alle vlakken, alle modaliteiten, moeten we die stap maken naar een meer duurzame oplossing. Dus dat is een heel goed voorbeeld. Ja, dus Modelshift is niet zozeer, het moet per definitie rail of barge zijn. Maar als het op de weg op een efficiënte, milieuvriendelijke manier gebeurt, heeft dat ook de aandacht. Absoluut, en wegvervoer is gewoon en zal altijd onmisbaar zijn. Dus als we dat hoogwaardig kunnen inrichten naast een heel goed multimodaal netwerk, dan denk ik dat iedereen wint, met name ook de maatschappij. Ja. En wat is tot slot jouw tip aan verladers die nu een lading altijd gewoon via de weg doen en denken van, ik wil wel op een laagdrempelige manier even beginnen, om even het water voelen. Wat moet hij dan doen? Nou, wat we eigenlijk hebben door het hele land zijn samenwerkingen in de regio, in de provincies. Ga naar de website van Lean & Green Offroad en kijk gewoon naar wie er in mijn buurt
actief is. Je hebt in al die regio's programmamanagers of logistiek makelaars. En die komen graag een keer toelichten van wat er mogelijk is. En kunnen je ook in verbinding brengen met vergelijkbare partijen. Ja, helder. Jeroen, we praten zo nog even verder. Ja. Maar eerst gaan we kijken naar twee escalator pitches van partners die dit event mede mogelijk hebben gemaakt. Mijn naam is Dianne Soons. Ik ben sector developer logistiek voor LIOF. Dat is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg. Wist u dat in Venlo op dit moment wordt gebouwd aan de grootste inland rail terminal van Nederland? Dat Maastricht-Aachen Airport de tweede grootste vrachtluchthaven van Nederland is? En dat er nu al in Limburg 4 elektrische 44 tons vrachtwagens rijden voor de last mile distributie? De logistieke sector is de tweede grootste sector in Limburg. En we hebben een sterke wereldpositie door de vele multimodale verbindingen. Naar het achterland, de zeehavens en richting China. En voor het behoud van deze positie is de verduurzaming en digitalisering van cruciaal belang. En dat is precies waar we in Limburg samen met onze partners aan werken. Heeft u een idee voor digitalisering of verduurzaming? Meld zich bij ons. Mijn naam is Albert Veenstra. Ik ben wetenschappelijk directeur van de TKI Dynalog van de topsector logistiek. Bij de topsector logistiek houden we ons bezig met het vergroten van het innovatievermogen van de logistieke sector. Wij doen dat samen met bedrijven en de overheid. Wij vinden het belangrijk om te werken aan vernieuwing, aan verbetering, aan professionalisering en het vergroten van het verdienvermogen van de sector. En wij kunnen dat niet alleen. Wij doen daarom deze oproep. Bekijk onze website, volg onze social media, kom ons opzoeken als het weer kan. Want innoveren doe je samen. Waar sommige verladers doelbewust kiezen voor een model shift om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen, bestaat er ook een kans op een reverse model shift. Want de ontwikkelingen in het wegvervoer gaan razendsnel. Daarover vertelt Jaco van Meijeren van TNO in zijn presentatie. Mocht u vragen aan hem hebben, stel ze vooral via de publieke chat. Die zal hij straks in de uitzending live beantwoorden. Goedemiddag, ik ga een verhaal vertellen over de model shift en dan met name over de impact van een aantal disruptieve ontwikkelingen die van belang zijn en die impact gaan hebben op de model shift. Om te beginnen wil ik even iets vertellen over hoe er op dit moment tegen model shift beleid aangekeken wordt. Wat we op dit moment zien is dat er heel veel aandacht is voor de klassieke model shift en dat betekent een model shift van wegvervoer naar spoor en binnenvaart. We hebben de Europese Green Deal. Waar een belangrijke doelstelling in staat van het totale wegvervoer van 75% in Europa moet een substantieel deel verschuiven. En we zien ook dat in de actieagenda van het ministerie van INW dat er ook belangrijke doelstellingen zijn om die model shift te realiseren. Op zich is dat best wel een andere insteek dan een aantal jaar geleden. Toen werd er veel meer gekeken naar eigenlijk de combinatie van de verschillende modaliteiten. Kies voor die modaliteit die op dat moment het beste is. Dat is in lijn met synchromodaal transport. Waar ik overigens zelf bij TNO ook veel aan werk. Veel gewerkt aan projecten op het gebied van intermodaal transport en synchromodaal transport. Nu zie je heel nadrukkelijk de insteek zit echt op die klassieke model shift. Verschuiving van weg naar spoor en binnenvaart. En dat wordt natuurlijk sterk gedreven vanuit duurzaamheid. CO2-emissies besparen, die moeten naar beneden. Dat is belangrijk en daarom wordt hier nu zwaar op ingezet. Het gaat heel veel over die model shift en dat lijkt dan een beetje alsof een model shift een doel op zich is. Een model shift is helemaal geen doel op zich. Er wordt gewerkt aan een model shift omdat we daarmee belangrijke andere achterliggende doelen willen bereiken. Nou, ik noemde net al even, duurzaamheid is op dit moment een hele belangrijke. Maar ook andere factoren spelen een grote rol. Bereikbaarheid, congestie op het wegennet, prognoses naar de toekomst toe. Even los van COVID, want dat kan best wel eens een serieuze impact gaan hebben. Maar prognoses voor het COVID-tijdperk laten zien dat er hele zware congestie verwacht wordt op langere termijn. Dan kan een model shift natuurlijk helpen om dat probleem te voorkomen of op te lossen. Daarnaast is natuurlijk het hebben van interessante alternatieven. In het multimodale netwerk is een hele belangrijke. Juist om flexibel te zijn, om te kunnen switchen van de ene modaliteit naar de andere als dat nodig is. Kijk op dit moment bijvoorbeeld naar de lage waterstanden op de binnenvaart. Capaciteit wordt alweer minder. Was in 2018 ook een serieus probleem. We zitten nu 2 jaar verder in 2020 en het gebeurt gewoon opnieuw. Dus belangrijk dat je kan switchen tussen die modaliteiten. Daarnaast, andere factoren zijn ook schade aan de weg. Dat kan je voorkomen met minder zware vrachtwagens.
Veiligheid op de weg is een issue en chauffeurstekort wordt eigenlijk ook een steeds groter probleem. We zien in een aantal gevallen dat de capaciteit van vrachtwagens en trailers er wel is, maar dat er gewoon geen chauffeur is om die vrachtwagen te rijden. Nou, dat zijn allemaal redenen waarom zwaar ingezet wordt op het realiseren van een model shift van weg naar spoor en middenwaard. Tegelijkertijd zien we ook in allerlei projecten, ik noemde net al even, ik werk zelf ook veel aan intermodaal en synchromodaal transport, waarbij we ook met allerlei marktpartijen bezig zijn om te kijken hoe kunnen we zorgen dat die partijen echt die switch maken. Dat ze die projecten ontwikkelen, dat ze die kunnen implementeren in de praktijk. Daar hebben we mooie voorbeelden van. Je ziet het gewoon gebeuren, het werkt. Het grote probleem is wel de opschaling. Het langdurig blijven gebruiken van dat soort initiatieven en het opschalen van een aantal partijen die willen en kunnen naar een veel grotere set partijen, onder andere ook MKB, die mee moet. Dat gaat heel moeizaam. En dat zie je bijvoorbeeld ook in projecten, studies, waarbij analyses gemaakt worden in het verleden. Nou, hier hebben we bijvoorbeeld een analyse van het KIM die vrij recent gemaakt is. Met ook een publicatie in Nieuwsblad Transport, hè, model shift, vraagteken. Nou, daar komt helemaal niks van terecht. Als je naar de grote cijfers kijkt, in de statistieken voor Nederland als geheel, dan zie je dat het aandeel van spoor en binnenvaart een beetje stabiel blijft. Af en toe groeit het iets, af en toe neemt het iets af, maar overal blijft het eigenlijk min of meer gelijk. Dus een grote verandering zien we eigenlijk niet, terwijl we dat eigenlijk wel graag willen. Dus daar ligt een hele grote uitdaging, hè, gegeven die model shift doelstellingen die ik net even genoemd heb. Ligt daar de grote uitdaging? Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Tegelijkertijd, als we naar de toekomst kijken, dan zien we dat daar eigenlijk een aantal technologische ontwikkelingen op dit moment al gaande zijn. En ook de verwachting is dat die nog veel verder zich gaan ontwikkelen de komende tijd. In een sneller of een langzamer tempo, dat weten we nog niet precies. Maar de verwachting is wel dat die heel veel impact gaan hebben op het logistieke systeem. En ook op de verhoudingen, de mix van de verschillende modaliteiten binnen die model shift. En dan heb ik het over digitalisering, automatisering en verduurzaming. Nou, zoals gezegd, we weten wat er aan zit te komen qua ontwikkelingen. Hoe snel dat precies gaat, in welk tempo en met welke impact dat gaat gebeuren, dat weten we eigenlijk niet. Daar is nog heel veel onzekerheid over, daar is heel veel onbekend van. En een groot issue daarbij is ook, wat gaat het innovatietempo tussen de verschillende modaliteiten worden? Gaat de ene modaliteit veel sneller dan de andere? Als dat gaat gebeuren, zal dat ook een grote impact hebben op die model shift. Nou, wij werken bij TNO met transitiepaden om dit soort ontwikkelingen inzichtelijk te maken en te kijken wat de impact is van zulke soort ontwikkelingen. En wat ik nu doe is dat ik een voorbeeld geef van een mogelijk transitiepad. Daarmee zeg ik niet, dit gaat de toekomst worden. Nee, dit is een mogelijke toekomst. Om eens te schetsen wat er zou kunnen gebeuren binnen de ontwikkeling van die technologieën. Om te beginnen, autonoom rijden. Daar zien we dat er al best wel een aantal ontwikkelingen gaande zijn. Met truckbetoening zijn we bij TNO al een tijd bezig. We zien het Volvo Vera concept. Dat is gewoon een autonome trekker. Daar zit niemand meer op. Die trekt een trailer. Er wordt al mee geëxperimenteerd. En we zien de T-Pod van Einrijd. Ook een vrachtwagen zonder cabine. Die heb je eigenlijk niet meer nodig. Want dat ding rijdt gewoon volledig autonoom. In Nederland zie je ook initiatieven bij Haven Rotterdam, Haven Vlissingen, waarbij op korte termijn ook echt geëxperimenteerd gaat worden met dit soort concepten. Er zijn studies gedaan, als het naar volledig autonoom rijden gaat, dat de kosten met bijna de helft afnemen. 45% van de kosten gaan eruit en dat betekent dus een heel groot concurrentievoordeel voor dat wegvervoer. Dan verduurzaming van het wegtransport. We zien daar ook ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden met batterijen, waterstof. In eerste instantie veel aandacht voor stadslogistiek, korte afstanden. Maar langzaamaan zien we ook steeds meer ontwikkelingen naar lange afstand, langzaam vervoer, waarbij ook met waterstof elektrisch gereden wordt. En dat betekent dat het wegvervoer ook naar zero emissie gaat. En bovendien dat het ook stil wordt. Die motor die maakt geen geluid meer. Ook een belangrijke eigenschap. Dan, als we dat combineren, het wordt autonoom rijden. En dat betekent dus een sterke reductie van kosten. Het wordt veel duurzamer met dat wegvervoer. Zero emissie, geen geluid meer. En we combineren dat met digitalisering, waarbij je ziet dat platformen gebruikt gaan worden. Digitale platformen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Die 24/7 werken en niet afhankelijk zijn van de tijden van een planner. Dan ontstaat er eigenlijk een beeld, een mogelijk toekomstscenario, waarbij dat wegvervoer goedkoop wordt. Het wordt duurzaam. En het kan ook in de nacht gaan plaatsvinden. En dat is een belangrijke, omdat congestie is een issue. De klassieke model shift is er ook op gericht op minder wegvervoer om congestie te voorkomen. Maar als je dat wegvervoer substantieel in de nacht kan laten plaatsvinden,
Dan is dat juist een oplossing voor het congestieprobleem, terwijl er juist meer wegvervoer zou kunnen ontstaan. Nou, als ik dat dan weer even relateer aan die verschillende factoren die ik net benoemd heb, waarom een modelshift belangrijk is en welke achterliggende doelen we willen bereiken, dan zie je eigenlijk dat het speelveld aan het veranderen is. Want op het gebied van duurzaamheid wordt dat wegvervoer juist heel duurzaam in dit scenario, met dit transitiepad. Als het over congestie gaat, dan lost het wegvervoer in de nacht juist een deel van de congestie gewoon op. Qua kosten wordt het super aantrekkelijk. En ook op andere elementen, chauffeurstekort, je hebt juist minder chauffeurs nodig. Schade aan de weg of veiligheid op de weg. Automatisering is er juist op gericht om systemen veiliger te maken. Dus op al dit soort factoren gaat het wegvervoer beter scoren ten opzichte van de andere modaliteiten in dit scenario. En dat betekent dat je wel eens een omgekeerde model shift zou kunnen krijgen. Dus juist een verschuiving van spoor en binnenvaart naar de weg voor bepaalde segmenten waar je een sterke concurrentie hebt tussen die modaliteiten. De grote vraag is natuurlijk of we dat erg vinden. Gegeven de doelstellingen die er zijn en we zouden dat binnen een scenario, binnen een transitiepad als dit kunnen realiseren, dan bereiken we daar dus de achterliggende doelen mee. En zoals gezegd, een model shift is geen doel op zich. Het doel is het bereiken van dit soort doelstellingen. En daarom kan dit wel eens een heel interessant scenario zijn. Dus als wij naar die model shift kijken, dan is het belangrijk voor de korte termijn, is het eigenlijk vrij logisch dat er ingezet wordt op een klassieke model shift, juist die verschuiving van weg naar spoor en binnenvaart, sterk gericht op die bereikbaarheid en die duurzaamheid. Tegelijkertijd zeggen wij bij TNO dat het superbelangrijk is om nu ook al te gaan verkennen wat de mogelijke impact is van juist die nieuwe technologieën die eraan komen, dus die digitalisering, automatisering en verduurzaming. Waarbij het nodig is dat je een verkenning gaat maken wat daar de mogelijke impact van is. En ook gaat bedenken welke toekomst daarbij ontstaat. En is dat een toekomst die gewenst is of is dat een toekomst die ongewenst is? En als die toekomst gewenst is, dan kan je gaan bedenken hoe ga je erop sturen zodat die gewenste situatie gaat ontstaan of sneller gaat ontstaan. Is het ongewenst, kan je gaan bekijken hoe kan je dit voorkomen, kan je het vertragen of wat kan je eraan doen dat het sowieso niet gebeurt. Dus nogmaals, wij zeggen klassieke model shift korte termijn is vrij logisch, maar tegelijkertijd moet je nu al gaan verkennen wat er op ons afkomt en hoe je daarop in wilt spelen. Een hele belangrijke laatste opmerking. Willen wij bepalen hoe de toekomst eruit ziet? Willen wij zelf richting geven aan die toekomst? Dan moeten we die verkenning gaan doen. Op het moment dat we dat niet doen, dan overkomt ons bepaalde technologische ontwikkelingen die sneller kunnen gaan dan we nu denken. Dan kunnen we eigenlijk alleen maar reageren. Dus nogmaals, proactief aan de slag en zorgen dat we weten wat er op ons afkomt. En dat we weten hoe we moeten handelen als dat gaat gebeuren. Jaco, dankjewel voor dit verhaal en welkom in de uitzending. Dankjewel. Je schetst een hoop ontwikkelingen in het wegvervoer, zoals zero-emissie, digitalisering, autonoom vervoer. Welke van die ontwikkelingen denk je dat het meest disruptief zal zijn in de komende periode en de model shift erg in de weg zal gaan zitten? Althans, de klassieke model shift. Dat is lastig te zeggen welke van die ontwikkelingen de belangrijkste impact gaat hebben. Ik denk dat het juist de combinatie van een hele belangrijke wordt. Als het en autonoom rijden wordt, en het wordt duurzaam, en het wordt stil, dan krijgt wegvervoer, kan een heel groot concurrentievoordeel krijgen. Binnen dat scenario zitten tegelijkertijd heel veel als-vragen. Als dit en als dat en als nog iets anders, dan ontstaat er een scenario zoals geschetst. Het kan ook zijn dat er hele andere afslagen genomen worden. Hè. Stel dat het snel richting autonoom rijden gaat en wegvervoer wordt goedkoper. Maar de verduurzaming gaat toch niet zo snel als dat we hopen of dat we zouden willen. Ja, dan krijg je mogelijk meer wegvervoer terwijl het niet zo duurzaam is. Nou, dan krijg je dus een ongewenst scenario. Het is lastig om te zeggen welke de grootste impact gaat hebben. En dat is ook wat ik in mijn verhaal aangaf. Er zit juist heel veel onzekerheid in de ontwikkeling van die scenario's. En hoe snel dat gaat en hoe snel dat ook in de verschillende modaliteiten gaat. En daar zouden we juist beter naar moeten kijken dan dat we tot nu toe doen eigenlijk. Ja, je hoort ook vaak veel partijen die zeggen van nou, synchromodaliteit, dat is de sleutel tot de echte model shift. Zodat iedereen altijd gewoon de beste modaliteit kiest, ongeacht welke het dan precies is. Als veel partijen daar nu voor zouden kiezen, denk je dat dan het aandeel spoor en binnenvaart omhoog zal gaan ten opzichte van de weg? Of dat dan bij de echte synchromodale gedachte veel partijen toch nog steeds voor de weg blijven kiezen?
In het algemeen is het lastig te zeggen. Er zijn natuurlijk allerlei segmenten waarbij wegvervoer veruit het beste modaliteit is. Er zijn ook segmenten waarbij het spoor een supergoede modaliteit is. Ik denk dat op dit moment, in de huidige situatie, korte termijn, het grootste issue eigenlijk zit in dat er nog te weinig gedigitaliseerd wordt, te weinig data gedeeld wordt en te weinig afgestemd wordt tussen partijen. Als dat op korte termijn veel meer gaat gebeuren, denk ik dat spoor en binnenvaart meer gebruikt zouden worden. En in een synchromodale aanpak, dat die modaliteit ook meer gebruikt zouden worden. Ja, en je had het net over de korte termijn. Roy van Versenveld die vraagt zich af, op wat voor een termijn is deze verschuiving van de reverse modal shift realistisch qua tijd? Autonome en alternatieve brandstoffen staan natuurlijk nog in de kinderschoenen. Ja, goede vraag. Maar ik heb geen glazen bol, ik kan er niet in kijken. Dus heel precies een jaartal aangeven, dat is lastig. Wat we wel weten is dat dit soort technologieën wel heel snel kunnen gaan. En dingen gaan ook echt anders dan de afgelopen jaren. Als je even kijkt naar bijvoorbeeld wat Tesla doet met autonoom rijden. Die draaien gewoon een software update. En je hebt een dag later heb je eigenlijk een andere auto. Die voor een groot deel of voor een nog groter deel autonoom kan rijden. Daar hoef je geen 5 jaar op te wachten tot je wagen afgeschreven is. Als ik even de link naar goederenvervoer maakt. Nee, dat kan van de een op de andere dag. Kunnen daar aanpassingen in gemaakt worden en doorgevoerd worden. Dus dat kan heel snel gaan. Volledig autonoom rijden, dat hebben we volgende week niet. En over een half jaar ook niet. En over een jaar ook niet. Maar er wordt hard aan gewerkt. Er zijn allerlei demo's gaande. Er zijn ook al experimenten waarbij op de openbare weg gewoon met autonoom rijden de wagens gereden wordt. Dus ik hoor ook wel eens mensen zeggen, dit zijn allemaal beelden en ideeën ver weg en science fiction en noem maar op. Nee, het is er al en er wordt al dik mee geëxperimenteerd. Ja, dus het kan opeens snel gaan. Ja. Ja. En Jurgen van der Sloot die vraagt zich af, in hoeverre zou binnenvaart dan versneld moeten moderniseren om in de pas te lopen met het wegtransport? Want ook bij binnenvaart is autonoom varen waarschijnlijk de toekomst, net zo als zero-emissieoplossingen zoals waterstof. Ja, goed punt. Kijk, wat wij op dit moment zien is dat veel van dit soort ontwikkelingen lijken in het wegvervoer sneller te gaan dan bij de andere modaliteiten. Dat wil niet zeggen dat bij spoor en binnenvaart dit soort ontwikkelingen niet ook gaande zijn. Die zijn ook gaande, sterker nog, daar werken wij bij TNO ook aan. Eigenlijk het beeld wat ik net schetst, dat mogelijke scenario van zo'n omgekeerde model shift, zou je ook kunnen zien als een oproep juist richting spoor en binnenvaart. Let op en kijk goed wat er in de wereld gebeurt en hoe snel het in andere modaliteiten gaat. En zorg dat je bijblijft. Je moet gewoon, wil je bijblijven, dan zullen dit soort ontwikkelingen ook binnen spoor en ook binnen binnenvaart snel moeten gaan. Ja, dus zou jouw advies zijn om even af te wachten en te kijken waar de wereld heen gaat? Of moeten we toch actie ondernemen nu als je verladen bent of logistiek dienstverlener? Nou, afwachten. Weet ik niet of dat een goede strategie is. Wat ik ook in het eind van mijn verhaal aangeef, wat heel belangrijk is, is om niet te focussen alleen maar op één modaliteit. Of ook wat de klassieke model shift toch een beetje suggereert is van het moet van weg naar spoor en binnenvaart. Nee, kijk juist naar alle ontwikkelingen die zich afspelen binnen elk van de modaliteiten. En probeer die te doorgronden en te begrijpen wat dat betekent. En bepalen op basis daarvan hoe je het beste daarop kan inspelen. Ja, helder. Jaco, dankjewel voor je bijdrage. Oké. Jeroen, als ik nou luister naar dit verhaal, er zijn per modaliteit toch wel wat ontwikkelingen natuurlijk. De wereld is niet zo statisch zoals die nu is. En buiten is het 30 graden. We hebben deze week weer een hittegolf. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk te maken gehad met laag water in de binnenvaart. Is dat denk je nog een extra belemmering? En worden verladers wellicht huiverig om daardoor te kiezen voor de binnenvaart? Elke disruptie kan natuurlijk wel die angst voor om een nieuwe modaliteit te kiezen vergroten. Dus ik denk ook wel dat het aan de binnenvaartsector en sowieso aan de sector is om aan te tonen dat dat niet zo hoeft te zijn. Maar het is wel, het is wel een factor waar je rekening mee moet houden, inderdaad. Ja. Straks gaan we het hebben over de effecten van een toenemende model shift op de binnenhavens, de ervaringen van verladers en de belemmeringen voor een groeiend aandeel spoorvervoer. Maar eerst gaan we kijken naar 2 escalator pitches. Hi, ik ben Steven van Engel.
business manager bij het HVS Rotterdam. Gebruik maken van de haven Rotterdam was nog nooit zo eenvoudig. Navigate is de routeplanner voor Rotterdam. Navigate helpt verlaten en expediteurs in het plannen en oriënteren van hun routes van, naar en via de haven Rotterdam op alle modaliteiten van deur tot deur. Daarvoor maken we gebruik van verschillende databronnen, maar ook van tientallen operators waar we al rechtstreeks hun schema's van krijgen. Samen maken we de tool nog beter. Wil je meer weten? Kijk op portrotterdam.com/navigate of neem contact op. Dankjewel. Hoi, ik ben Wouter Rosdorf, commercieel manager bij U-Turn. Bij U-Turn geloven we erin dat de transportsector kan verbeteren door efficiënter en transparanter te werk aan gaan. Daarom hebben we het U-Turn-platform opgericht. Met dit platform brengen wij opdrachtgevers en vervoerders bij elkaar, zodat zij toegang krijgen tot beschikbare capaciteit in de markt. Opdrachtgevers kunnen zo hun kosten reduceren en werkdruk verminderen, terwijl vervoerders hun planning kunnen optimaliseren en zo hun marge kunnen verhogen en lege kilometers kunnen reduceren. Zo creëren wij een win-win-win situatie. Niet alleen voordelen voor vervoerder en verlader, maar ook een positieve impact op de wereld om ons heen. Ben je ook benieuwd wat we voor jouw container terug in kunnen betekenen? Neem dan eens contact op. Maar het is tijd om het anders te doen. Het is tijd voor U-Turn. Ondertussen is aangeschoven Jeroen van den Ende, directeur Port of Zwolle. En ingebeld zijn via video Steven Lak, voorzitter Evo Venedex, en Hans-Willem Vroon, directeur Railgood. Iedereen welkom. Jeroen, om met jou te beginnen. Ja, we hebben het nu de hele tijd over model shift. En de klassieke model shift is natuurlijk meer lading van weg naar spoor en barge. Ja. Zijn de binnenhavens daar klaar voor? Hoe is de capaciteit op dat gebied? Nou, op zich is die capaciteit bij ons goed. En we doen daar ook heel veel aan om zoveel mogelijk vrachtlading van de weg naar het spoor en barges te halen. We hebben er ook in Overijssel en in Drenthe ook logistiek makelaars voor ingezet om bedrijven daarvoor te enthousiasmeren. Om te kijken of het mogelijk is om die shift te maken. En wij zijn daar ook wel klaar voor. En er gaat ook al heel veel bij ons via barge. Ja, want in de eerste presentaties van bijvoorbeeld Bavaria en van Berkel, ja, die gaven toch wel aan, ja, soms is het toch wel moeilijk om de juiste partijen bij elkaar te vinden. Zeker ook als je niet zoveel volume hebt op een bepaalde trade lane. Ja, zo'n railverbinding moet natuurlijk wel vol zitten, zo'n trein. En een binnenvaartschip moet ook wel vol zitten. Ja. Wat kunnen verladers bij jou uit de regio doen om dat op te lossen? Nou ja, daar hebben wij een programma voor. Hè. Wat ik al zei, dat die logistiek makelaars zijn heel veel bedrijven, met heel veel bedrijven in gesprek gegaan om te kijken of hun lading die shift kan maken. En dan is het inderdaad zaak om ook lading te bundelen. Hè? Dus van A naar B, maar ook weer van B naar A. Dat schepen vol zitten. En daarin zijn wij wel toch wel behoorlijk actief geweest. En dat heeft ook wel succes gehad met sommige trajecten. Dat we gewoon goed schepen konden vullen. En wat zijn belemmeringen als zo'n traject niet lukt? Ik kan me voorstellen dat het ook wel eens niet slaagt. Ja, dat een beetje de onwetendheid ook vaak. Hè? Dat is dat wel bedrijfszeker? Kunnen wij wel de lading op tijd krijgen? Maar ook wel dat het soms te ver af ligt van een haven. Hè? Dus dat de last mile, zoals we dat noemen, hè? Dus van een barge naar de eindbestemming, dat toch te ver weg is en dat dan het eigenlijk misschien toch makkelijker is om een vrachtwagen te gebruiken. Maar je ziet wel steeds meer, ook met onze opgave, dat we toch de files zullen moeten slechten. En dat we daarmee die multimodaliteit meer aandacht moeten geven. Dus ja, wij zien wel dat daar wel een stijgende lijn in is. Ja, maar een bottleneck kan dus soms nog zijn de overslagmomenten. Ja, dat moet gewoon goed geregeld worden. Het just-in-time principe, dat, ja. Ja, en als je kijkt naar de investeringsagenda, infrastructuur in de regio Zwolle, is die klaar voor een toenemende model shift en dan de klassieke model shift? Of moet er nog meer uitbreiding, moet er meer ruimte komen? Nou, op zich zijn we daar, op zich zoals het nu gaat, doen we dat goed. We zijn wel bezig met verdiepingen van de vaarwegen. Dat is wel een continue aandachtspunt. We praten nu ook met een aantal partijen om te kijken of het mogelijk is een spoorterminal in onze havengebied aan te leggen. En we hebben natuurlijk zometeen de Comwerder Zandsluis. En daarmee komt ook heel veel, daarachter nog heel veel infrastructurele werken moeten dan gedaan worden om de juiste dieptes te bereiken. En op zich zijn we daar wel aardig mee op orde. We kunnen het nu goed doen, maar in de toekomst zal dat wel
nog wel wat aandacht velen. Ja, maar vanochtend hadden we een uitzending bij Groningen van Lioff. En die schetste wat ontwikkelingen in Limburg. Wat er allemaal wordt gedaan om modelshift te bewerkstelligen. Ja. Nou, in Zwolle wordt er van alles gedaan. Is dit iets wat de regio's op moeten pakken? Of zou er eigenlijk meer actie moeten komen vanuit landelijk niveau? Bijvoorbeeld het ministerie van Infrastructuur. Ja, ook vanuit het ministerie. Maar wij werken al heel veel samen met regio's. Samen met de NVB zijn we nu ook aan het kijken bijvoorbeeld naar digitalisering. Wat ook heel belangrijk is. En dat doen we ook met Limburg, Gelderland, Overijssel, om dat aan elkaar aan te sluiten. En ik denk wel dat het belangrijk is dat je grensoverschrijdend werkt. Port of Zwolle is een grensoverschrijdend havenbedrijf. Wij zitten over twee provincies, maar wij praten ook met Limburg en met Gelderland. En natuurlijk met de grote diepzeehavens, Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam. Ja, en ja, modelshift, Nederland hebben we het er vaak over en dan vaak Nederlandse partijen. En Dirk Robles die vraagt zich af van ja, deze scenario's hebben vooral een Nederlands perspectief. En we hebben het vaak inderdaad over Nederlanders en Nederlandse partijen. Maar hoe ligt dit thema Europa breed? Zijn er Europese partners hierbij betrokken? Werken jullie wel eens samen bijvoorbeeld met de havens in België, Frankrijk, Duitsland om te bespreken van goh, hoe kunnen wij alles goed op elkaar afstemmen? Nou, dat is wel een goede vraag. Wij krijgen in oktober een delegatie van Europarlementariërs vanuit Brussel. Ook van het Europese binnenhaven. En om te kijken of we dat beter aan elkaar aan kunnen laten sluiten. Maar het is natuurlijk wel een gegeven dat bijvoorbeeld naar Noord-Frankrijk. Hè, nou, daar moet nog een kanaal gegraven worden. En zo zijn er nog wel een aantal dingen. Daar kunnen natuurlijk nog wel verbeterpunten komen. Wij zijn erg gericht op Duitsland, Italië. Maar naar Frankrijk, ja, daar zou je natuurlijk nog wel wat slagen kunnen maken. Ja, ja, waaronder meer Bavaria ook over sprak natuurlijk ja. Met hun, ja. Met hun vraagstuk. Ja. Ja. Ik schakel even naar Steven Lak, voorzitter Evo Venedex. Welkom in de uitzending. Steven Lak, welkom in de uitzending. Ja. Hoe staan verladigers hier eigenlijk in? Wat is volgens hen nodig om meer per spoor of barge te doen? Voor verladers is de kern altijd dat het product een goede kwaliteit moet hebben. Dat betrouwbaarheid en daarnaast voorspelbaarheid. Dat is kern. Als derde element is dan prijs relevant. Maar het is zeker niet zo dat prijs dominant is. We kijken altijd eerst naar die eerste twee vereisten. En wat je ziet is dat de laatste tijd met name in short sea, binnenvaart en spoor daar heel hard aan gewerkt wordt. En dat is ook wat Jacco straks zei, let op uw zaak. Om te zorgen dat die samenwerking en die keten en die productkwaliteit, dat die omhoog gaat. En tegelijkertijd dat er door mede hulp van de overheid een level playing field ontstaat op het gebied van prijs. Want dat is zeker iets waar we aan moeten werken. Om te zorgen dat de keuze voor de verlader, en die heeft een heleboel factoren waar die naar kijkt, dat die op de goede manier maakt. Ja, dus als je kijkt naar de betrouwbaarheid per modaliteit, is die overal voldoende of signaleer je ergens problemen? Ja, die problemen zitten in alle modaliteiten. Als we kijken naar de weg, dan is dat de congestie. Als bijvoorbeeld nu even in de coronatijd, is dat ook het oponthoud aan de grenzen. Die heeft een aantal verladers er ook toe gebracht om weer naar alternatieven te kijken en die ook in te zetten. Dat is een, denk ik ook onder druk van deze tijd. Je ziet congestie in alle havens, in de containersfeer. Dat is voor de binnenvaart zeker een structureel probleem nog. En je ziet op het spoor dat met name knelpunten in de infrastructuur sneller moeten worden opgelost. En met name de internationale verbindingen en samenwerking echt wel een zaak zijn waar meer oog voor moet zijn. Ja, en je zegt ja, er moet meer oog voor zijn. Wat zou dan moeten gebeuren? Nou, we werken op dit moment op een aantal fronten samen met die ketens. In de spoorsfeer aan de spoorgoederentafel wordt hard gewerkt aan maatregelen. Waar druk wordt gezet op ProRail en ook vanuit het ministerie om knelpunten op te pakken. Er zijn programma's om kostenverlaging te doen. Er wordt gekeken naar de verbetering van de duurzaamheid. Een van de punten die natuurlijk toch bij alle modaliteiten speelt. Of je nou gaat over de binnenvaart, waar je groener moet worden met je brandstof. Of dat het gaat over spoor. Daar speelt brandstof trouwens minder een issue. Maar dan gaat het meer over geluid en andere aspecten. Dus er lopen programma's bij de binnenvaart, grote samenwerkingsprogramma's. En we hebben ook een voorstel gedaan recent om nog meer model shift teams in werking te zetten. Maar dan met name vanuit de verladers. En wij zijn een vereniging van 15.000 ondernemingen
die produceren en die opdrachtgever zijn van vervoer. En wij vinden dat wij zelf ook heel goed in staat moeten zijn om mensen ertoe te brengen, kijken naar de efficiëntie van hun totale logistieke keten, om alle modaliteiten beter te gebruiken en nog een keertje opnieuw te wegen. Dat is een intensief proces. Ja, daar ben je toch zeker een aantal dagen met zo'n bedrijf mee bezig. Maar als je dat met goede kennis doet, dan komen daar successen uit. En dat is de weg die wij zien die we moeten gaan. Ja, want kun je een concreet voorbeeldje noemen van zo'n proces wat erg succesvol is geëindigd? Ja, ik zal twee voorbeelden noemen. Een binnenvaart- en een spoorvoorbeeld. Parenco, dat is een papierfabrikant in Renkum. Die had eigenlijk te kleine volumes om de binnenvaart te gebruiken. Die heeft naar zijn totale logistiek gekeken en besloten om zijn voorraden bij de fabriek wat groter te maken. En op die manier wel een totaal schip te kunnen vullen en één keer naar Rotterdam. Dus dat is echt een intensieve speurtocht. Niet alleen maar kijken naar van ga ik van weg naar een andere vorm. Nee, je kijkt naar je hele logistieke keten. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld, Rico, is een voorbeeld uit de spoorgoederenwereld. Die hebben een bewuste keuze gemaakt om hun CO2-footprint naar beneden te willen brengen als internationaal bedrijf. En die hebben samen met alle ketenpartners en met hun klanten gekeken. En die hebben de doorlooptijden en de voorraden op een behoorlijke manier naar beneden gebracht. En dat heeft ze met name in de coronatijd ook forse stappen geholpen. Ja, en je noemde er straks betrouwbaarheid en prijs. Dat zijn twee hele belangrijke zaken voor een verlader om zijn keuze op een modaliteit te baseren. En een kijker, Julia Williams Jacobsen, vraagt zich af, ja, hoe belangrijk is verduurzaming of zero-emissie eigenlijk als drijver achter die keuze? Nou, ik noemde drie factoren, hè? Voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en prijs. En je ziet dat elke bedrijven of alle bedrijven daar andere keuzes in maken. Grote internationale bedrijven zijn al langer bezig met de klimaatopgave. En die zie je al dat uitrollen. Dat is echt al een hele tijd aan de gang. Je ziet MKB-bedrijven dat die daar veel meer nog aan kunnen doen en moeten doen. En die hebben daar ook hulp bij nodig. Jeroen gaf straks een goed voorbeeld. Ja, die moet je echt erop wijzen dat de traditionele manier van hoe ze het hebben gedaan, dat ze daar anders tegenaan kunnen kijken. Maar je ziet, vind ik wel zelf, nu een toenemende blik naar alternatieven. Aan de ene kant vanuit efficiëntie, andere kant vanuit klimaatdoelstellingen. Maar uiteindelijk wordt je keus als verlader bepaald door waar zitten je klanten, wat voor type goederen heb je. Kijk, bulk, goederen, kolen, ijzererts ga je echt niet met auto's over de weg rijden. Maar je hebt voor containers en pallets heb je alle keuzes. Je kan ook short sea gebruiken in een aantal gevallen. Dus het is met name mensen erop wijzen dat ze meer keuzes hebben. Goed kijken naar de kostenpatronen. En de ervaring leert in logistiek. Als je volume hebt, dan kun je bijna elke prijs maken. Dat is nu eenmaal een les die we altijd hebben geleerd. En als je kijkt naar alle modaliteiten, dus short sea, barge en rail. Welke van die modaliteiten, waar zie je het meeste kans om zoveel mogelijk lading van het wegvervoer af te snoepen? Nou ja, het is niet zozeer afsnoepen van de weg, want we hebben ook natuurlijk wel te maken met het feit dat de weg gewoon een beperking kent. We gaan de komende 10 jaar, gaat Rijkswaterstaat in, alleen al in Nederland, maar ook in Duitsland, de Duitse regering, gaat hele grote onderhoudsprogramma's draaien. En dan wordt dus de capaciteit op de weg nog meer geknepen. Maar ik heb een rapport van TNO van vorig jaar. En daar is uitgerekend dat je met de huidige prijsniveaus van vorig jaar, dat je in staat zou zijn om ongeveer 20 miljoen ton te transformeren van de weg naar het spoor op de langere termijn. Nou, als je een deel daarvan realiseert, dan doe je het al heel goed. De binnenvaart heeft even zoveel kansen. Want er zijn heel veel bestemmingen, niet die heel ver in Oost-Europa of Italië, dat is meer een spoormarkt, maar er zijn heel veel bestemmingen waar je veel meer met de binnenvaart of de combinatie binnenvaart-spoor dingen kan realiseren. En dat is waar we de komende tijd gaan kijken. Dus ik zie voor beide hele grote kansen. Short sea is het moeilijkste, vind ik, om qua volumes in te schatten. Maar we hebben gewoon daar de afgelopen jaren te weinig naar gekeken met z'n allen. En daar zitten echt kansen in. En vind je dan dat het de verantwoordelijkheid is van de verlader om de keuze voor een modelshift te maken? Of moet de logistieke sector daar een meer bepalende rol in spelen? Nou, heel simpel. Uiteindelijk is de verlader die kiest. Want dat is de klant.
Of de klant van de verlader. Maar je ziet wel dat samenwerking in die keten nodig is om het überhaupt te realiseren. Want die productkwaliteit verbeteren, dat kan alleen maar met de hele keten. Dat is niet anders te organiseren. Dus de verantwoordelijkheid ligt breed, ook bij de overheid. Want die moet zorgen dat er een level playing field is tussen bijvoorbeeld landen, tussen Duitsland en Nederland. Maar ook tussen verschillende modaliteiten. En aan de andere kant is de verantwoordelijkheid, ja, de keuze, die maak je altijd als klant. Ja, helder. Steven, we praten zo nog even verder. Ik schakel even naar Jeroen van der Ende van Port of Zwolle. Er is een vraag binnengekomen van Roel Huisman en die zegt: ProRail breekt vanuit hun beheersprogramma's momenteel juist veel havensporen op. Ook de sporen in de haven van Zwolle zijn recentelijk heel saneerd. Hoe verhoudt zich dat met het voornemen de model shift te bewerkstelligen? Hebben jullie daar veel last van? Er is inderdaad een klein stukje spoor bij ons gesaneerd, maar dat lag ook wel heel ongunstig. Er is nu wel een vraag uit de markt gekomen om daar opnieuw naar te kijken. Een paar grote klanten binnen onze haven willen daar ook misschien wel hun mee participeren. En daar gaan we nu dus ook een verdiepingsslag maken en nog een onderzoek of we dat kunnen realiseren. Dus ja. Het is wel het is wel iets waar nu serieus goed naar gekeken gaat worden. Ja, we zullen aanvullen. Ja, onze andere panellid, Hans-Willem Vroon van Railgood. Als we het hebben over spoor. Ja, we horen vaak dat het spoor aan zijn maximale capaciteit zit. En zeker als het gaat om spoorgoederenvervoer. En ja, Jeroen zegt ook, soms is er onderhoud en dat leidt toch wel tot problemen. Klopt dat of is er nog ruimte genoeg om door te groeien wat jou betreft? Ruimte genoeg om door te groeien. Het voordeel van dat spoor is, treinen kunnen altijd langer. Paden kunnen beter benut worden. Moeten er wel goede paden internationaal aangeboden worden. En ja, je bent inderdaad, wat Steven zegt, afhankelijk van de keten. Dus de slots op de terminals en op de laad- en losplekken. Die moeten naadloos aansluiten op wat je op het spoorwegnetwerk zelf in Europa aanbiedt. En dan moet je echt end-to-end denken. Ja, maar er is ruimte zat, zeker nu met de coronacrisis. Is gewoon aangetoond, 30% van de containers valt uit China. En dat wordt dan naar Polen, wordt dat opgevuld met continentale lading. Dat is een stuk veerkrachtigheid. Dus als je gewoon onderneemt, er moet gewoon meer ondernemerszin en ondernemerskracht in dat spoor komen. Lijkt een oude sector, we bestaan pas 20 jaar in de liberalisering. Maar dan is er nog plenty ruimte, zowel in ondernemerszin als in transportefficiëntiezin. Ja, de afgelopen maandag hadden we een presentatie van het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid. En die lieten zien dat het aandeel spoor eigenlijk onveranderd is de afgelopen jaren. Waarom slagen we er maar niet in om meer lading over het spoor te transporteren? Nou, omdat we heel veel kletsen over model shift. We vergaderen er heel veel over. We doen er heel veel onderzoek naar. We zijn sinds 1998 met de notentransport in balans eigenlijk bezig te praten over model shift. Je kan over model shift praten, maar het gaat altijd over het pleister. Dus over subsidies en gebrek aan level playing field, wat er ook is overigens. Maar volgens mij moet je gewoon terug naar de kern. Steven en ik hebben 2 jaar geleden met de staatssecretaris en heel aantal partijen in de spoorsector een maatregelenpakket spoorgoedervoer afgesproken met elkaar. Dat is echt een we-benadering. Dus ministerie, ProRail, goederenvoerders, terminals, havens, verladers. Nou, we zijn 2 jaar verder. Het enige wat we hebben gerealiseerd met z'n allen is een subsidieregeling om de gebruiksvergoeding te drukken. En we hebben dan nu een heel mooi sterretje aan de hemel staan. We rijden tussen Rotterdam en Mannheim 740 meter lange treinen. Ook over die 740 meter lange treinen zijn we al 25 jaar aan het ouwe hoeren met elkaar. Je moet dingen gewoon gaan doen. Niet alleen bij de overheid, dan moeten gaan ook doen, in het bedrijfsleven en infrabeheer. En wie zou dat dan moeten gaan doen in jouw visie? Nou, heel simpel. Als je een set afspraken hebt, moet je ze gewoon uitvoeren. Ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid. En wie blijft dan nu in gebreken? Nou, als je kijkt met de problemen die we zitten, Nederland heeft een heel oud spoornet. Rotterdamse haven, de spoorweginfrastructuur, is gewoon gammel. Die is uitgewoond. Daar hebben we de afgelopen 3 jaar de vruchten van geplukt. Dat wordt nu gelukkig opgepakt. Dus je zal zien dat komende 3-4 jaar die infrakwaliteit en daarmee die betrouwbaarheid en ook de reductie van de kosten toeneemt. Dat is een hele simpele. Een andere hele simpele is, van zorg dat dat level playing field er is. En dan moet je niet elkaar gaan bevechten wie nou wel en niet een kilometerheffing betaalt. Maar de overheid moet zorgen voor een eerlijk marktspeelveld. Als een trein nu gaat rijden, een intermodale trein, beginnen we met 3 tot 4 euro per treinkilometer af te tikken. En we betalen per minuut dat we opstellen 4 cent per minuut. Andere modaliteiten hebben dat niet. Dan ga ik niet lopen jeremiëren en ook niet Calimero spelen. Maar dat is wel zo'n basisding. De overheid moet zorgen dat die concurrentiebedingingen goed zijn. Een ander punt is, coronacrisis, dat wordt echt in sommige landen aangewend om de staatsbedrijven te steunen. Dat is echt heel slecht voor de marktwerking. En wij doen vanuit Railgood
en ook de ERVA en weet ik wat allemaal, echt een oproep om die marktwerking in Europa op dat spoor in ere te houden en verder te versterken. Want alleen marktwerking maakt ons echt concurrerend met weg en water. Ja, ik vind het trouwens wel mooi, Hans-Willem, dat je op je achtergrond een vrachtwagen hebt staan. Ja, dat hoort. Dat is de concurrent. En aan de andere kant niet alleen de concurrent, maar dat is ook degene die het voor- en natransport doet. En op dunne stromen spullen, spoor en binnenvaart het niet zo heel snel winnen. Dus je moet echt op dikke stromen gaan zitten en op een slimme manier lading combineren. Ja, dat is en model shift en dat is ook multimodaliteit. Want model shift is inderdaad een doel. Nee, dat is niet zo. Het doel is klimawende, verkeerswende, energiewende. Omdat we de wereld beter willen maken, mooier willen maken. En Nederland en Duitsland concurrerender. Nou, daarbinnen passen dit soort doelen. Subdoelen zijn het. Ja, en vanochtend, straks in de uitzending hoorden we dat vaak is volume een probleem om lading op binnenvaart of rail te krijgen. Is dat herkenbaar voor jou? Ja, aan de andere kant, er liggen zoveel kansen. Iedereen kan altijd hebben over de bedreigingen. Kijk, natuurlijk, er moet heel veel infrastructuur bij. Die infrastructuur moet goed worden ingepast. Hè? Die last mile en die terminals, die moeten super efficiënt bereikbaar zijn. Er moet echt met digitalisering moeten we flink aan de bak, ook in het spoor. Laat dat helder zijn, moet je internationaal aanpakken. Maar sinds 2013 zijn er gewoon 1 miljoen trailers bijgekomen, niet verkraambare trailers. Als 1% van die niet verkraambare trailers op het spoor komt, zitten onze treinen vol. Kunnen we nieuw materieel gaan aanschaffen. Zo simpel is de realiteit. En we zijn tot nu toe niet zo heel onsuccesvol, want spoor is in intermodaal enorm gegroeid. Hè? De volumes kolen nemen enorm af. Maar de volumes intermodaal die veel lichter zijn, die nemen enorm toe. Die verdubbelen iedere 10 jaar. Nou, ik wil nu een multiplier erop. Dus niet verdubbelen, maar van 4 tot 8-voudigen. Dat is de Frans Timmerman deal. Nou, dan moet je je huis op orde hebben. Dus wij moeten heel hard met z'n allen werken aan dat spoorhuis op orde. En die keten heel gestroomlijnd. Doe je dat, komt die model shift vanzelf. Ja, en tot slot, wat zou je advies zijn aan verladers die erover denken om hun lading per rail te transporteren, maar nog niet goed weten wat ze dan moeten doen en welke bottlenecks ze daarvoor moeten overwinnen? Nou, 1, wij houden van verladers. 2, wij moeten naar de middelgrote en kleine transporteurs die heel veel verladers bedienen, beter ons best doen. Dus de verkoopafdelingen, dat moeten niet overheden doen en onderzoeken. Een onderzoek helpt, maar de kleinere partijen, de middelgrote partijen, de transportbedrijven die nu terug met trailers naar Polen, Italië, Duitsland hebben, die moet je naar het spoor gaan verleiden. Dus de salesmensen, die moeten zich gaan focussen ook op nieuwe diensten. De bestaande diensten, die zijn super concurrerend. Op Italië valt geen droogbrood meer op te verdienen. Dat is alleen maar kosten, kosten, kosten. Dus dan zal je echt op betrouwbaarheid nog wat kunnen winnen. Maar nieuwe bestemmingen, waar je met meerdere, kleinere, middelgrote partijen, ladingpakketten combineert en ook risico's verdeelt, die moet je naar het spoor gaan trekken. Daar ligt de toekomst. Dat is echt continentale vracht naar het spoor. Ja. Helder. Hans-Willem Vroon, dank je wel voor je bijdrage in deze uitzending. Steven Lak van Evo Venedex, wat is tot slot jouw tip aan de verladende sector om toch meer te kiezen voor barge, short sea of rail? Mijn algemene raad is om binnenkort echt die model shift teams om die te gebruiken, die aangeboden gaan worden. Want daarmee kun je je eigen huis nog een keertje doorlichten om te kijken waar zitten de kansen voor welke modaliteit binnen jouw pakket past het beste. En ik denk dat, dat was helemaal aan het begin van de uitzending, de terechte opmerking werd gemaakt dat veel MKB-bedrijven traditioneel denken. Die hebben gewoon een bepaalde manier hoe ze hun logistiek doen. En dat is de traditie. En dat zie je in Duitsland, waar heel veel de expediteurs op die manier werken. Maar je ziet het ook in Nederland. En dat denken veranderen, dat is denk ik de belangrijkste raad richting de verladers. Aan de andere kant, wij zullen als verladersorganisatie dat ook intern doen met onze leden. En ik heb er sterk vertrouwen in dat we niet alleen maar aan de spoorkant via de spoorgoederentafel, maar ook aan de binnenvaartkant door de samenwerking met binnenvaart en de short sea spelers, dat we echt meters gaan maken. En het duurt lang. Dat is wel lastig bij dit soort processen. Hans-Willem gaf dat net nog een keertje aan. Maar ik zie wel voortgang. En ik zie met name groei. Dus ik ben daar niet pessimistisch over. Maar het is wel een kwestie van constant blijven slaan. Anders komen we er niet. Steven Lak, voorzitter Evo Venedex. Dank je wel voor dit gesprek. En tot slot Jeroen van den Ende, directeur Port of Zwolle. Wat zou jouw tip zijn aan stakeholders bij jou in de regio om meer met barge of rail te gaan doen? Nou ja, dat sluit wel heel erg aan op voorgaande sprekers, Steven en Willem. Maar ik denk inderdaad dat ze heel goed ook moeten kijken naar hun interne logistieke organisatie. En dat zaken
misschien ook wel anders geregeld kunnen worden. En ik sluit me echt aan bij de voorgaande sprekers. Er is al heel veel gebeurd, maar we zullen daar echt nog wel stappen in moeten nemen. En dat moeten we onszelf ook wel een klein beetje aantrekken. Wij zullen daarin ook de hand uit moeten reiken om het misschien wat eenvoudiger te maken. Nou, dat doen we al in onze regio met logistiek makelaars om kosteloos een business case door te rekenen, lading te bundelen en aan te tonen dat het eigenlijk net zo makkelijk is multimodaal dan traditioneel met een vrachtwagen. Ja, dus het ligt nog wel een opgave voor de logistieke sector om het te vereenvoudigen. Absoluut. Het is al eenvoudig, maar we zullen het nog wel meer uit moeten laten zien. Laten zien wat er allemaal mogelijk is. Ja, helder. Kiel van der Ende, directeur van de Zwolle. Dank je wel voor je komst naar de studio. Dank je wel. Dan zijn we bij het einde gekomen van deze uitzending van Multimodaal Online 2020. U kunt nog verder met elkaar praten in de online netwerkruimte. De link daarvoor komt zometeen in beeld. Morgenochtend zit mijn collega Tom van Gurp er weer en gaan we het hebben over cabotage en postbusfirma's in het wegvervoer. Die uitzending begint om 10 uur. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot dan. Deze uitzending van Multimodaal Online 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, TKI Dynalog en Topsector Logistiek.